Na jaren van praten, overleggen en voorbereiding is deze maandag begonnen met de herinrichting van de Hoge Straat in Druten. Aan de straat in het centrum zitten veel winkels. De werkzaamheden moeten de straat gebruiksvriendelijker maken voor voetgangers, rolstoelgebruikers en fietsers. De aannemer organiseert op woensdagavond 18 april twee informatiebijeenkomsten in café De Gouden Leeuw aan de Hoge Straat. De bijeenkomst voor ondernemers in het centrum van het kerkdorp begint om 6 uur. Omwonenden en andere belangstellenden zijn vanaf 8 uur welkom. De aannemer geeft uitleg over de werkzaamheden en er is gelegenheid om vragen te stellen.